In Laat Je Horen duiken we in het leven van kinderen die muziek maken superleuk vinden en daarom hebben meegedaan aan de muziekwedstrijd. Deze aflevering gaan we op bezoek bij de 12-jarige Ralf. Ralf woont in Kaam en heeft wel een heel bijzondere hobby. Hij zet namelijk zelf computers in elkaar. Daarnaast is hij een fanatiek gamer en vindt hij het heerlijk om lekker los te gaan op zijn drumstel. Ik vind drummen superleuk omdat je jezelf kan uitleven op alles wat er staat. Zo, dat klinkt lekker hoor Ralf. Waarom ben je eigenlijk gaan drummen? Ik ben ooit gaan drummen omdat ik vroeger al heel veel Guus Meeuwis keek. Ik vond het wel leuk. En dan pakte ik zeg maar alle hoedjes en dingen waar je op kon slaan, zeg maar, pakte ik bij elkaar, zette ik naast elkaar. En dan had ik een kandelaar, die gebruikte ik als bekkens. En toen pakte ik de Chinese eetstokjes uit de kast en toen ging ik erop slaan. En toen? En toen kwamen mijn ouders erachter dat ze me misschien op les moesten zetten. En daar was je zeker heel blij mee. Ja, dat klopt. Je bent ook groot fan van AC/DC. Super vet man, maar hoe kom je nou bij AC/DC? En dat is gewoon de beste band die er is. Vorig jaar heb je meegedaan met de muziekwedstrijd. Een wedstrijd voor iedereen van 4 tot en met 12 jaar die het heel leuk vindt om muziek te maken. Waarom deed jij mee? Mijn moeder had een keer een e-mail gelezen over dat er een muziekwedstrijd was in Nederland. Toen vertelde ze dat en dat vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Toen pakte ze de camera en dan ging ze mij filmen. Zou je andere kinderen ook aanraden om mee te doen met de muziekwedstrijd? Ik raad wel iedereen aan om mee te doen aan de muziekwedstrijd, omdat het gewoon een superleuke wedstrijd is. En je kan gewoon doen wat jij wil op je eigen instrument. Heb je nog tips voor kinderen die ook mee willen doen? Mijn tip voor de kinderen die mee willen doen aan de muziekwedstrijd is dat je niet te bang moet zijn voor wat jij kan. Dus als jij bijvoorbeeld een muziekinstrument speelt en je schaamt je daarvoor of je kan het niet echt en je denkt, nee, doe maar niet. Moet je het eigenlijk gewoon wel doen, want even later dan kom je erachter, oh, dat was gewoon hartstikke goed. Dat vinden mensen leuk om te zien. Vind jij muziek maken ook zo leuk en wil je net als Ralf meedoen aan een muziekwedstrijd? Maak dan snel een filmpje en stuur hem in via de site of via de gratis app.